Hallo, kijkers van Jorin van het Games. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering. Jorin Kruijf, het zag ik al in de beschrijving staan, of in de titel staan. Kijk eens waar ik ben. Ik ben een village dog. Ik kan gewoon random varkens killen en zo. En toen kwam ik dit tegen en ik ging hier wonen en ik heb al heel veel eten zoals je ziet, want ik heb al die farms geoogst van hun. Ik plant wel alles terug telkens, want er komt er weer meer, want dat is de bedoeling. Maar ik heb al heel veel, ik grief niks, ik ga geen huis van, ik grief, dat is zielig. Voor die arme villager mannetjes. Dit kan ik trouwens oogsten, zie je. Ik heb echt al heel veel eten. Maar nooit genoeg, hè. Nooit genoeg eten. Ik kan altijd meer. Maar ik heb ondertussen alweer genoeg voor de trektocht. Dus ik hoef niks meer echt te hebben, maar ja. Daarom. Ik ga dus even al mijn spullen pakken. Want ik ga, zoals je weet, heb ik nu genoeg eten. En als ik genoeg eten had, dan zou ik gaan lopen. En waarheen? Geen idee. Maar ik heb hier een mooi huisje trouwens. Ik zit hier al zo'n uur, 1 à 2 uur, in het huisje een beetje te klooien. Om gewoon eten te verzamelen en zo. Maar ik pak de spullen bij elkaar die ik nodig heb. En dat is dit allemaal niet. Kool misschien. Kool heb ik dan wel nodig. Een stone sword wel. Een bucket is altijd handig. Veren niet, want ik heb helemaal niks eraan. En het eten. En dit is mijn inventory vol. Even wat dumpen. Crafting table? Ja, wel. Nodig. Dit niet. Ik heb er 3. Dit is wel nodig. Dit niet nodig. Dit niet nodig. Misschien dit, daar dit wel nodig. Dit ook. Dit ook. Stokken. En dit ook. En dan is mijn inventory precies vol. Die sign heb ik niet nodig. Zit hier nog kool in? En wat vlees. Wat kan ik dumpen? Deze 2 hout is niet echt nodig. Deze 3 losse cobblestone ook niet. En die kiemplanten ook niet. Als je nu kijkt en je denkt, Jorrit, eerst wat ik ga doen als ik op de server ben, is shit pakken. Hier zijn de coördinaten. Nou, pak die shit. Dit neem ik trouwens wel mee. Ah, dan heb je geen bedden. Die heb ik zelf nodig. En kisten. Heb ik geen iron axe of zo gemaakt? Heb ik hier geen iron? Oh, ik heb daar. Maak even een axe. Zo, dit ook. Fakkels weghalen. Maar je hebt de coördinaten gezien. Haal die shit me weg, zou ik zeggen. Want ik ga het niet ophalen. Never. Ik heb ook wat plek nodig onderweg. Dus ik lap in mijn handen en ik loop daar niet heen. Ik loop daarheen. Oké. Tot zo. Hallo, daar ben ik weer. Er zit echt 2 uur tussen met de filmpjes, dat je dat even weet. Ik ben ongeveer 3 kwartier, zoiets. Ja, 3 kwartier heb ik gelopen. Maar ik heb heel lang gewacht voordat ik dit ging opnemen. Onderweg ben ik tegengekomen 2 normale villager dorpjes. Met het villager dorpje van waar ik uit vertrok meegerekend. 3 jungle tempels. En een tempel van zo'n piramide. En ik ben nog een woestijn villager dorpje tegengekomen. Dus ik heb dit gevonden. Oh mijn god. En 3 zadels. Jezus. Hey. Ik heb nog niet eens paarden en ik heb nu al dit. Ik vind het heel mooi. De coördinaten die liggen zo'n 9000 blokken, 10.000 blokken van de
de plek af waar ik ben vertrokken. En hier ga ik mijn huisje bouwen. Dus, ja. Oh mijn god, ik kreeg een rilling. Ik moet onder het zetten nodig pissen. Doei. Geef even een like, abonneer op mijn kanaal. En kijk volgende keer weer. Doei.